We zijn weer lekker samen. En met z'n loos talentje. Oh, het weer zo lekker geworden. Goedemorgen, het is vrijdag en de laatste dag school. Niet school. En dan hebben we vakantie. Vakantie. Eigenlijk is dat niet waar. Nee, je hebt nog een week, bedoel je? Ja. Maar het is de laatste schooldag. Ja. Maar goed, we hebben bijna vakantie en daar heb ik zin in. En nu is jou nog naar school. Sommige mensen. Ja, met de vlinderbenen. En dat klinkt heel raar, de mevrouw met de vlinderbenen, maar die mevrouw heeft allemaal vlindertatoeages op de benen. Echt helemaal vol. Dus vandaar de mevrouw met de vlinderbenen. De boodschappen zijn weer binnen. En ik heb echt heel veel aan huis, maar dat is echt een bewuste keuze nu. En, want die wilde ik hebben, daar ging ik voor het grote gedeelte voor. Ik heb deze grillpan gehaald. Ik heb heel veel soorten pan, maar geen grillpan. En dat vind ik met sommige dingen wel heel fijn. En dat is dus deze. Ik ben benieuwd, ik heb nog nooit een pan van MasterChef gehad. Dus we moeten even een beetje afspoelen en dan de kast in. En dan binnenkort ze uittesten. Ik heb allemaal wasjes gedraaid. Alle kleding die droog was gestreken. Ik doe namelijk geen kleding in een droger, want ik vind dat kleding daar niet mooi op blijft. Het allemaal dingen opgeruimd. Echt heel tijd bezig geweest. En nu brood smeren vast voor Sarah. Normaal als ze thuis eet, doe ik het als we hier zijn even snel smeren. Maar toen dacht ik, ik kom precies mooi uit dat ik over 5 minuutjes weg moet. Ik denk als ik het nou nu smeer, dan hebben we daarna net even wat meer tijd over. Dan kunnen we nog een puzzeltje of een spelletje of even iets doen. Ik vind dat altijd wel fijn. Dit is de enige dag door de week, zeg maar, tussen school dat we echt even rustig samen zijn. Dus dan vind ik het altijd wel heel erg leuk om daar wel even een momentje van te maken. Het is gewoon gezellig. En je bent buitenschool ook wel samen, maar op de een of andere manier is het anders, omdat je echt weet dat je even een kort momentje hebt. Dus ja, het gaat anders. En ik merk ook dat Sarah dat ook heeft. Dat hij ook wel echt zoiets heeft van, weet je, echt even de tijd maken om samen gezellig te zijn. Dus, oh, en ik heb de zwemtas al ingepakt. We hebben nog wel zwemles voordat de vakantie is. En daar heb ik echt vandaag zoveel zin in. Maar ja, ze is vorige week ook al niet geweest, omdat ze kinderfeest had. Dus ik vind het wel belangrijk dat ze vandaag echt wel gaat. Als het goed is, ja, ze zijn misschien wel door in vakantie. Dus dat scheelt. Daar ben ik wel blij om. We moeten echt naar de diploma. Maar ja, natuurlijk, ze heeft echt zo vaak stil moeten staan. Eerst toen met haar hand. Toen heeft ze best wel een paar maanden niet kunnen zwemmen. Toen kreeg ze die zware ontsteking. Heeft ze ook een langere periode niet kunnen zwemmen. Dan hebben we de lockdown nog geweest. Heeft ze ook maanden niet kunnen zwemmen. Maar ja, elke keer mis je dan zoveel. Zoveel grote onderbrekingen. In de zomervakantie ligt dat dan ook stil. Maar zeker niet deze zomer. Maar vooral die zomer ervoor hadden we het grote zwembad. Heb ik heel veel met geoefend. Dus ja, elke dag. Als ze ging zwemmen, zei ik, nou, doe in ieder geval elke dag als je in het zwembad ligt even 5 tot 10 minuten oefenen. Ik heb zelf vroeger heel lang gezwommen, dus ik weet technisch gewoon heel goed hoe je moet zwemmen. Dus ik kan het goed overbrengen. Dus ja, toen heeft ze niet stilgestaan. Sterker nog, toen ging het zelfs heel erg goed, omdat we zo heel erg 1-op-1 bezig waren. Ja, ik heb niet altijd een zwembad in mijn tuin staan, dus dat is niet iets wat je altijd maar kan doen. En dit jaar was het uiteindelijk een chaos. Hij is nog niet af omdat alles tegen zit. Dus ja, nou, brood klaar, spullen pakken en naar school.
Daar zijn we lekker samen. En ik ben Super Juffie aan het kijken. Ja, die was je gisteren aan het kijken, maar had je niet afgezien. Met Ella. We hebben net niet genoeg tijd om echt een spelletje of een puzzel te gaan doen. Ik zei, nou, weet je wat we doen? Dan kijk je 5 minuutjes nog even tv en dan gaan we gewoon even lekker knuffelen. En ik heb de wekker in mijn telefoon gezet. En als die gaat, dan moet die uit en gaan we ons spullen pakken. Ja. Afpakken. Het werkt heel goed, een wekker. Ja. Knuffel dier. Geen aandacht. Nou, dan zou ik je te veel te kribbelen. Het opruimen van de week, dat heeft ook nog wel goed gedaan. Oh, lekker weer mijn hoofd. Niet in beeld. Een nutteloos talentje. Want ik haalde ook allemaal sprays zoals dit eruit. Anti-condensspray voor een auto. Staat hier in de schoonmaakkast. Maar ja, daar heb je niet van. En dit is leder. Dus al die dingen, die doe ik voor nu even in de tas. En dan kan ik dat zo meenemen naar de auto. En de dingen uit de auto die ik hier nodig heb. Ik hoop dat ik er dadelijk aan denk, want die vergeet ik al 2 weken. Dan kan ik die mee terugnemen. Dus even alles verzamelen wat zo mee moet. Ik heb ook Sarah de zwemtas al ingepakt. En dan zet ik dit in ieder geval zo allemaal klaar. Oké, tijd om weer naar school te gaan. En ik ben zelf nu ook best wel aan de vroege kant. Dan kan ik zoals ik geparkeerd heb even die dingen die in de auto moeten uit de tas halen. Want anders neem ik die dadelijk gewoon weer net zo mee naar binnen. En dan bereik ik nog niet het doel waarom ik ze heb meegenomen. En even de dingen klaarleggen die ik dadelijk mee uit de auto wil nemen. Oh, het weer is zo lekker geworden. Sarah zit op zijn les en ik moet even 3 winkels snel langs. En ik wil op tijd terug zijn dat ik nog even kan kijken. Maar ik vind het wel lekker nu. Het zonnetje schijnt, het is niet eens heel koud. Ik vind het heerlijk. Mijn kleine zwemkampioen is hier. Het ging goed, hè? Ja. Super fijn. Sleepover. Sleepover. Oh, die is leuk, de Sleepover Club. En dan hebben we nummer 21, Chill Girl. Dat is wel cool allemaal. Kijk nou. Nee, hij heet Snow Bunny. Hij heeft de vogel op mijn raam gepoept. Vindt maar een hij is Snow Bunny. Kijk maar. Hij heet Snow Bunny. Kijk maar. De zon is lekker, maar wel echt heel fel. Zo, dat is beter. Wie heeft de vakantie? Ik! 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 Ik ook! Ja! Als jij vakantie hebt, mag ik ook uit slapen? Yeah! Yay, eindelijk! Ja. Wij gaan een ijsje halen. De mus vriezen bijna van het dak weer en wij gaan ijs eten. Maar we gaan de vakantie even inluiden. Oeh, hij ziet iets hoor, die kat. Mag ik niet helemaal voor zitten? Oh, kijk. Zie je hem? Hij zit echt te loeren op de bosjes. Ze denken een muisje of zo. Als je kat nu laat schrikken, wordt hij helemaal gek. Oh. Hij ziet echt iets hoor. Want, Ben je nou bang voor die poes? Nee toch? Hij is heel lief. Hij is heel mager. Oh ja, we zijn Sarah aan het uitleggen. Ik zeg van de week tegen Sarah. Sarah, je bent wel heel slank. Nee, dan zie je al je botten. Ik ben gewoon mager. Ja, deze dip is echt goed. Ik was net met Marco aan de carver aan het kijken. Alleen Marco die moest even weg. Dus ik ga nu de Umbrella Academy verder kijken. Ik heb al een klein stukje gekeken. En ik moet zeggen, hoe verder ik erin kom, hoe leuker ik hem eigenlijk vind. In het begin vond ik het een beetje een vage, rare serie. Maar hoe verder je erin komt, hoe interessanter en boeiender die wordt. Dus ik ben benieuwd. Hij is in ieder geval wel anders dan heel veel andere series. En dat vind ik ook wel leuk. Ik heb zoveel series gekeken. Vooral de laatste jaren. Als je zeg maar vaak thuis zit, omdat je kind op bed ligt. En iedereen om je heen ook vaak thuis zit, omdat ze ook met kinderen zitten. Ja, dan doe je wel videobellen en zo. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch wat te doen hebben. Dus lang leven series. Maar goed, deze is best wel anders dan andere dingen. En dat vind ik er eigenlijk ook wel leuk aan. En nu is het lekker tijd om te gaan slapen.
Dus, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!